Gent heeft sinds maandag een nieuwe trainer, Patrick Remy. En de eerste opdracht van de Fransman was de bekerwedstrijd van vanmiddag uit bij Haasdonk. Haasdonk staat momenteel vijfde in vierde klasse B. Dat is de reeks van FC Kontich, maar dat terzijde. De wedstrijd vond plaats op de Freethiel, de thuisbasis van Beveren en in iets minder mate van Koemelenaar. Patrick Remy heeft Jackie Peters op de bank gezet en ook Vazov is er niet bij. Vierde klasser Haasdonk mist op schutter Meuse. Felix Beverenaars bij Haasdonk dat de eerste klasser goed opvangt. Na een kwartier pas de eerste Gentse kans. Schepens naar Kraus, maar Jurgen van de Steen komt gepast uit. Gent krijgt geen tempo in de match. Op het half uur kans voor Haasdonk. Ivan Houter oprechts bij Luc Peersman. Goeie pas naar De Kerf. Herpoel redt. De Kerf opnieuw. Keurig geplaatst en 1-0. Margino De Kerf, een bedreven zaalvoetballer, zo is ons verteld, brengt Red Star Haasdonk op voorsprong. En het is verdiend ook. De Gentse acties missen alle precisie. Het betere voetbal is van Haasdonk. Hervé van Overtveld, kent u hem nog, met een uitstekende breedtepas. Op rechts De Geest. Aanpakken en schieten scheelde weinig. 5 minuten voor de rust, Jolly met een vrijschop voor Nielsen. Het schot komt van Olszee, maar weer een goede redding van doelman Van den Steen. Op slag van rust komt de beste Gentse actie. Een afstandsschot van Anders Nielsen. Goed geplaatst, maar tegen de deklat. En dan kopt Gunter Schepens over het lege doel. Schepens mist de jongste weken te veel van dit soort kansen. Ook na de rust blijft Gent alleen gevaarlijk op vrijschop. Jolly met een goede trap, redding van den Steen. Gent verhoogt wel de druk, dat zou er nog moeten aan mankeren. Maar de organisatie van Haasdonk is lange tijd foutloos. 23e minuut, Gunter Schepens voor Kaklamanos, maar die krijgt de bal er niet in, illustratief voor het Gentse gestuntel. Kort nadien Morten Pedersen, Anders Nielsen opnieuw met een goed schot, maar opnieuw Jurgen van den Steen met een goede save. Red Star is een kwartier voor tijd dicht bij de 2-0, De Bakker met de voorzet, misverstand Ramšić Herpoel en bijna de tweede voor De Kerf. We zitten in de laatste 10 minuten, de ingekomen Vital Borkelmans met een verre hoge voorzet. Kaklamanos eerst met de kop en dan met de voet. Daar komt Gunter Schepens en het is 1-1. Een doelpunt dat er niet meer leek te komen. Alle frustratie in het schot van Schepens. Gent door het oog van de naald. 3 minuten later de Congolese Belg Mundingay, debutant bij Gent, gepakt door de Smet en penalty. Erik Jolly achter de bal, maar weer redt Van den Steen. Jolly en Schepens komen te laat om de rebound af te ronden. Verlengingen dus en daarin is het Haasdonkse lied na 3 minuten uit. Begint met een vrijschop van Jolie, de bal geraakt niet weg. Uiteindelijk Chipi voor de voet van Kaklamanos, die niet, Nielsen wel en 1-2. Red Star is moe gestreden en Gent spuit dat uit, Anders Nielsen scoort. 12e minuut eerste verlenging, een kans opnieuw voor Nielsen, redding van der Steen en opnieuw een redding na de omhaal van Kaklamanos. In de tweede verlenging dringt Haasdonk nog aan, maar op counter devieert Kaklamanos de 1-3 in het net. Gent gaat door, maar met erg veel moeite. Haasdonk sneuvelt met ere. Koemelenaar van op de Freethiel. Dan de overige 3 wedstrijden die vanmiddag gespeeld zijn. Cercle Brugge, KV Kortrijk, Club Luik, Ingelmunster en last but not least. Eerste klasse, tweede, derde of vierde. Het maakte blijkbaar geen bal uit tijdens de 16e finales van de Belgische voetbalbeker. Club Brugge eruit, Aalst gewipt door een tweede klasser en bijna onderging ook Lokeren hetzelfde lot. En wat dacht u van de partij tussen vierde klasser Red Star Haasdonk en eerste klasser AA Gent? Haasdonk stuntte door in de eerste helft 1-0 voor te komen. Pas na verlengingen kon AA Gent over de vierde klasser wippen met 1-3. Chris Mannaerts ging voor ons de opmerkelijke wedstrijd volgen die voor deze gelegenheid gespeeld werd in het Frithiel Stadion van SK Beveren. Ja. Als je dat dekken toe doet, hè? Dan komt er alleen maar een F binnen, hè? Dat is geen probleem. Ah, als je dat bekken opgelopen... Maar dat kunnen ze niet gaan drinken, hè? Ze moeten niet gaan drinken. Ah ja, ik wou zeggen aan de maar ik verstaan hè? Dan moet je wel iemand zeggen, maar iemand die nog schillet binnenkomt. Dat heb ik ook van in het begin gezien. Dus je moet hier wel iemand zetten, hè? Punt aan de lijn. Dat is voor iedereen van ons een mooie uitdaging. Het is een belevenis, het is een mijlpaal in de geschiedenis van de club. En dan in het stadion van onze grote broeders van SK Beveren dat te mogen doen, is dat natuurlijk... ja, dat is een heel aangenaam gevoel, toch? Ja.
de business seat zijn meer dan 360 mensen aan het eten. Zelfs Beveren krijgt zo'n pak mensen niet bij elkaar voor een competitiematch. Dit is dan ook een feestdag voor Haarsdonk. Meneer de voorzitter, smaakt het? Zeker, het kan niet beter zijn. Eten uw spelers straks met evenveel smaak de Gentenaars op? Laat ons dat open. En ook Jurgen Meuse, de topscorer van Haarsdonk, zit aan tafel. Ik zal liever, veel liever in de kleedkamer zitten nu, maar ja, niks aan te doen. Ik heb een rode kaart en ja, spijtig hè. Maar ja, nu ga ik maar supporteren vandaag hè. En hopen dat ze winnen. Vooral onze stilstaande fase verzorgen. Inworpen verzorgen, corners verzorgen, dus ik wil een Haarsdonk zien spelen zoals Haarsdonk normaal speelt. Niet meer en niet minder. Schoen gezegd. Bij Haarsdonk lopen een paar ex-Beveren spelers. Van Overtveld, Peersman en Massagie keren terug naar de heimat. Het is wel al een tijdje geleden. Ik heb hier nog één keer gespeeld met Gent op Beveren. En ja, nu na mijn zware blessure terugkomen bij Haarsdonk op Beveren tegen Gent is toch wel speciaal, moet ik zeggen. Ja. Dan begint de wedstrijd. Supporters amuseren zich. Wat voor t-shirt hebben jullie eigenlijk aan? Voor mijn broer. Mijn broer die speelt bij Haarsdonk. En daarmee hebben wij samen iets bedacht. Voor hem aan te moedigen. Hè. Mijn broer is Steven Baart. Aan de rust staat Haarsdonk 1-0 voor. De supporter kan het nauwelijks geloven. Ik vond Gent zeker niet sterk spelen. En Haarsdonk dan een vierde klasser. Het verschil was bijna niet zienbaar. De jeugd van Haarsdonk blijft kritisch. We hadden er al meer in getrapt. We kunnen beter niet veel draad zoeken van binnenuit dan een bal van 25 meter. Die mag niet vertrekken. Hé, rust! Ook na de rust blijft Haarsdonk stand houden. Sommigen beginnen te dromen. Ja, de voorzitter, een kwartier voor tijd, 1-0. Zenuwachtig. Laten we hopen dat het lukt. Maar ja, in voetbal weet je nooit natuurlijk. Hè. Maar 6 minuten voor tijd vindt Gent dan toch een gaatje in de verdediging van Haarsdonk. In de verlengingen maken de Gentenaren het af. Haarsdonk verliest met 1-3, maar kan terugblikken op een schitterend bekeravontuur. Ja, we hebben een goede wedstrijd gespeeld. We kunnen met een opgeven hoofd van het veld stappen. En dat was het belangrijkste voor ons. Ja. Ik had er een beetje schrik van een paar doelingen te krijgen, van een groot aantal doelpunten met verschil te verliezen. Dat is niet gebeurd. Het bekeravontuur is voorbij voor Haarsdonk. Opnieuw de competitie. Ja, dat is nog altijd voor ons prioritair. Dus wij willen in de competitie ook een woordje meespelen. En we hebben volgende week weer al een wedstrijd tegen Wilrijk voor de tweede plaats. Dus daar moeten we weer al volop tegen aan de bak. Haarsdonk dus eervol uitgeschakeld. Het kan zich nu volledig toeleggen op de competitie in bevordering. En wat Haarsdonk niet kon, daar slaagde reeksgenoot TK Meldert wel in. Meldert versloeg derde klasser Verbroedering Denderhout. De titelstrijd in bevordering was zelden zo boeiend als dit jaar. Meerdere ploegen streden al 29 speeldagen lang voor de eerste plaats. En zondagnamiddag moest het gebeuren. Vooral voor Haarsdonk en Eendracht Meldert. De favorieten voor de titel. Toevallig waren dat ook de ploegen die vorig seizoen om de hoogste bekroning vochten in eerste provinciale. Meldert speelde thuis tegen Willebroek. Haarsdonk maakte de korte verplaatsing naar Bornem. Het verschil tussen beide teams bedroeg om 3 uur amper 1 puntje. Peter van Hooijen trok naar Bornem-Haarsdonk op zoek naar de tweede opeenvolgende titel voor de Waaslanders. Nog 2 pikante details. Bornem moet winnen, wil het zeker zijn van het behoud. En Chris Andries, de succestrainer van Haarsdonk, gaat volgend jaar aan de slag bij Bornem. Spektakel dus verzekerd. Stilte voor de storm, zo kan je het best noemen. Want als er zoveel op het spel staat, moet het wel stormen. Haarsdonk kent een droomstart. Stefan de Smet komt binnen aan de tweede paal. Het lijkt alsof Roodveen de titel reeds binnen heeft. Maar Bornem heeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Warteugels neemt het nogal letterlijk en vliegt er stevig in.
Na een kwartier wedstrijd ziet scheidsrechter Benoni een strafschopfout en legt de bal op de stip. Haasdonkenaar Steven Baert mag vervroegd onder de douche. Jurgen van Assen zet de penalty om en geeft zo Bornem terug hoop op het behoud in vierde. Red Star Haasdonk met 10 en dat leidt tot rommelig voetbal met veel fouten. Bornem probeert Haasdonk een tweede rode kaart aan te nemen. Maar Haasdonk blijft wel gevaarlijk op stilstaande fases. Doelman Andrews mist en Stefan de Smet mag inkoppen. 1-2. Maar ook Bornem kan corners trappen. Deze kopbal van Verstappen gaat er via de lat uiteindelijk toch in. En zo gaan beide ploegen rusten met een 2-2 stand. De tweede helft kent een veel kalmere start. De toeschouwers wachten een kwartier op de eerste kans. De Kerf ziet zijn kopbal net overgaan. Op het half uur is het, ondanks aanhoudende druk van de bezoekers, Bornem dat scoort. Van Varenberg plots alleen voor de Haasdonk-doelman, 3-2. De genadeslag voor Haasdonk. Want het nieuws dat Eendracht Melder op voorsprong staat, is ook hier bekend. Met nog 10 minuten te spelen moet er een gekwetste linesman, u ziet het goed, worden vervangen. En dat lijkt voor Red Star het signaal om nog een tandje bij te steken. Van Overtveld luidt een dol slotoffensief in. Hij zet de penalty om en het staat 3-3. Even later een knappe actie van de Prijker op rechts. Die zet voor en Stefan de Smet scoort zijn derde van de middag. 3-4. Dacht iedereen behalve de scheidsrechter. Doelpunt afgekeurd. Het ongeloof is nog maar net geluwd of Meesen straft dit slecht uitverdediging af en deze keer telt hij wel. 3-4 en het publiek gelooft dat de titel binnen is. Bornem-verdediger Verstappen helpt de laatste twijfels voor Haasdonk wegnemen door Meesen onderuit te halen. Hervé van Overtveld plaatst, de overwinning en de promotie naar derde zijn een feit. Ja, een spektakelwedstrijd was het daar zeker in Haasdonk. Dit vraagt natuurlijk om enkele korte reacties uit het winnende kamp. Dat van Red Star Haasdonk natuurlijk. Dit na de tweede opeenvolgende titel. We hebben nu nog meemaken de laatste 10 minuten. Ik heb twee jaar schitterend geweest hier. Een grote ploeg mogen trainen. Schitterende mentaliteit, schitterende spelers. En, ik ben dolgelukkig. Schitterend gewoon, meer kan ik niet vertellen. Dolgelukkig, maar ook met een beetje pijn in het hart dat je vertrekt? Ik heb er toch iets neergezet en dat kunnen ze me toch niet meer afnemen. Ik denk dat ik toch een prestatie heb gezet. Hier zit niet met mij, alleen ik. Ook met Dirk en Hulp trainen, mede, met Fons, zeker en vast. En alle mensen er rond. Ik denk dat we een schitterende prestatie hebben neergezet. En, pijn in het hart, maar mensen komen elkaar nog tegen en bomen niet meer. Dus ik ben toch zeer tevreden. Dit typeert onze hele ploeg. Zelfs op het moment dat iedereen denkt dat we eraan zijn, dat is vorige week al bewezen. Toen we 2-1 achter kwamen tegen Lombeek-Liedekerken, dat we toch nog 3-2 die wedstrijd gewonnen hebben. Want eigenlijk hebben we misschien daar de titel gewonnen. En dan is het alleen maar mooi dat het op deze manier kan. Jij stopt ermee, een beetje pijn in het hart. Een seizoen in derde. Het hart wil nog wel, maar de reden zegt van er een punt achter te zetten. En de ambities liggen nu op een ander vlak. Dus we gaan proberen om als trainer aan de slag te geraken. En we zien wel wat dat brengt. Het zal een zeer groot feest zijn, denk ik. Ja, zeker voor mij. Ik heb 2 jaar eigenlijk op non-actief gestaan. En dan zo de laatste 2 weken mocht ik invallen. En, dat is echt schitterend. Dat is niet te beschrijven, dit gevoel. Wij zijn er al volledig voor gereed, meen ik. Wij hebben dus al een ploeg die volgend jaar zeker mee kan spelen in de derde nationale. Ook ons jeugd bijvoorbeeld, die staat te trappen om ook nationaal te voetballen, provinciaal te voetballen. Dus wij kunnen het niet beter hebben. Feest dus in Haasdonk en Eendracht Meldert won ook zijn wedstrijd, maar het moet dus tevreden zijn met die tweede plaats. Een troostprijs is toch de deelname aan de eindronde. En misschien lukt het deze keer opnieuw, net als vorig jaar in de eerste provinciale.